ik ben met Sonia. Heb je hem al aan? Ja. Oh, geluk. En actie. Nou, ik ga er een dilemma-kistje noemen. Hoi. Stomme handen. Oh, wacht je. Want... zijn hier in de ochtend. Ik ben paard. Bang voor een papegaai en een paard. Dat ik gewoon moet kiezen. Oké, kies er één. In ieder geval grammatica fouten. Oké. We gaan ervan krijgen. Hallo? Hallo! Hallo allemaal, ik ben vandaag met Zoe en ik heb hier de Dilemma Box. Wij gaan vandaag dilemma's beantwoorden. Er zitten ook een paar leuke doedingetjes tussen, dus ik ben benieuwd. Oké, daar komt ie. Oké, deze is echt iets voor jou. Oké. Je neus groeit als je liegt en 's avonds groeit hij terug. Of altijd de clown naast je bed. Ik weet het wel weer. Je mag mijn neus groeit als hij liegt. Ik zou die ook kiezen. Echt nooit. Ik haat clowns. Wist je dat? Ja. Oh ja. Ik dacht echt, die moet ik erin. Ik hou niet van clowns. Nee. Dus. Oké. Okay. Maar ja, mijn neus is toch wel lang, dus dat maakt toch niet meer uit. Waar. Next. Een week lang geen tv of een week lang geen muziek? Oeh. Een week lang geen tv. Ja, want je kan het ook op je telefoon kijken. Nee, maar dat is ook tv. Geen telefoon. Oké, maar muziek is live. Dus. Ja, maar muziek... Altijd. Ik kan geen dag zonder muziek. En ik moet met muziek leren. Dus ik moet. Ik moet muziek hebben. Muziek. Oké. Oké. Next. Nooit meer zien of nooit meer horen? Nooit meer horen. Ja. Ik ook. Want anders zie ik niks. Nee, je beleeft alles door te zien. Ja. En horen, je kan ook gewoon gebaren lezen. Je kan gebarentaal. Ja, dus een beetje. Daar kan je veel meer mee als horen. Ja. Dan kan je geen muziek meer horen, maar je kan muziek voelen. Oké. Speakers of headphones? Wat bedoel je met oortjes dan? Ja, dus gewoon boxjes of koptelefoon oortjes. Ik denk... Ik wil oortjes altijd, dus. Ja, want? Speakers. Want? Speakers zijn geen oortjes. Wat dan? Wat zijn speakers? Is een box. Oh. Oh, dan dat andere. Oortjes, ja. Ja. Headphones. Headphones, dat soort dingen. Oké. Ja. Al je kleren 3 maten te klein, of je zegt alles 2 keer. Wat? Al je kleren 3 maten te klein, of je zegt alles 2 keer. Nou, dan zeg ik liever alles 2 keer dan dat ik kleren 3 maten te klein heb. Maar er staan die maten niet. Stel, je bent aan het werk. En dan? En dan ben ik toch 2 keer... Dan wil je betalen. Hallo. Dan wil je betalen. Hallo. Ja, kan ik helpen? Kan als ik helpen? Kleren met 3 maten te klein, dan gaan mensen me in de ruimte lachen. Ja, maar dan val je toch een beetje af en dan... Ik kan niet eens zoveel afvallen. Mijn ribben staan al. Die kunnen niet dunnen. Die staan al op knap. Oké. Nou, dan zeggen we alles 2 keer. Nou. Oké. Arm en gelukkig of rijk en ongelukkig? Waar kies je voor? Een moeilijke. Want ja, arm ben je vaak. Als je echt heel arm bent. Nou, dan arm en ongelukkig. Maar rijk en... Het is arm en gelukkig. Arm en ongelukkig. Ik bedoel, arm en gelukkig. Ja, want rijk... Als je gelukkig bent, dan voel je prima. Maar, als je... maar meestal ben je... Als je heel arm bent, of niet altijd, maar dan kan je... Als je heel arm bent, kan je best wel ongelukkig zijn. Ja, als je echt... Maar als je moest kiezen tussen ongelukkig of gelukkig, dan ben ik zeker liever gelukkig. Ik ook. Altijd een papegaai op je schouder. Ja. Of als enigste vervoermiddel een paard. Als enigste vervoermiddel een paard natuurlijk. Nee, ik wist dat jij niet ging kiezen. Ik wil wel een paard. Ik ben bang voor een papegaai en een paard. Next. Okay. Dit is een vraag. Wat is jouw grootste afknapper? Ja, dat zijn er eigenlijk wel meer. Ik moet kiezen. Oké, kies er één. In ieder geval grammatica fouten. Oh mijn god, dat kan je nog leren. Grappig. Oh, zo. Even denken. Grammatica. Onverzorgd is totaal geen afgemaakt. Grammatica fouten. Oh ja.
Oh ja, onverzorgd ook wel. Ja, dat is echt wel nummer 1, denk ik. Gewoon... Sorry, maar een lelijke kledingstijl vind ik. Ja, dat is wel lelijk. Dat is ook echt een afknapper. Zo van die slonzige, ouderwetse kleding. Ik ga een keer aan jou vragen. Ontzettend dom zijn of hoogbegaafd zijn? Ja, ontzettend hoogbegaafd. Of was dat dan? Gewoon hoogbegaafd. Oké. Okay. Ja, ik moet niet dom zijn. Nee, dus... Daar heb ik niks aan op mijn werk. Ja, hoogbegaafd is ook niet leuk, zeggen mensen. Maar liever hoogbegaafd. Ja, liever meer weten dan dat ik... Oké, de volgende. Ik moet het aan jou vragen. Zingt alles wat je zegt of je beweegt in slow motion? Oké, ik zing alles wat ik zeg. Oké, ja. Ik... Want ja, als ik moet gaan werken en ik knip in slow motion. Kassa. Ik zing, als ik alles zing wat ik zeg, dan praat ik altijd vals. Dus, ik weet niet. Maakt niet uit. Oké. 25 kilo aankomen en nooit meer verliezen. Of 2 jaar in de gevangenis. 25 kilo aankomen en nooit meer verliezen. Echt? Ja, dan ben ik nog niet super dik. Ja, maar ik ga liever 2 jaar in de gevangenis. Nee, ik niet. Aankomen. Ik hoef 25 kilo. Ja. Nou, dan weeg ik 85 kilo. Nee, ik doe... Nee, ik kies 2 jaar in de gevangenis dan, hoor. Nee. Lock me up. Echt niet. Oké. Maar, een limousine met privéchauffeur of in je vingers knippen en je huis is schoon? Nogmaals? Een limousine met een privéchauffeur of... In je vingers knippen, je huis is schoon. Oh, ik dacht in je vingers knippen. Ik dacht al. Dat doe ik echt wel vaak. Ik dacht in je vingers knippen en je huis is schoon. Ik dacht, hè? Gewoon zo. Nee, dan limousine met een privéchauffeur. Ja, ik ook. Schoonmaken vind ik niet zo erg. Ik maak toch niet schoon. Oh. Jaar lang geen make-up of jaar lang geen stijl of krultang? Een jaar lang geen stijl of krult. Ik ook niet, want die gebruik ik toch niet. Ik heb hem vandaag gebruikt, maar normaal gebruik ik hem ook niet. Ik gebruik hem niet. Oeh, deze moet je gaan doen. Okay. Raak met je neus. Wacht af. Wat? Ik heb verkeerd opgeschreven. Nee, vertel eens. Raak met je tong je neus aan. Met je neus mijn tong aanraken. Ik kan niet, ik heb hem echt te klein. Je moet het proberen. Ik heb een mini tong. Kijk dan. Ik kan dat niet. Nee, bij mij komt het nog niet hoger dan het middelste. Nee. Ik heb gewoon een kleine tong, oké. Okay. Ik ook. Nou, oké. Ik wil de laatste foto uit je galerij zien. Oké, de laatste foto uit de telefoon. Is... Nog eentje. Nou, nog één. Best special. Je begroet altijd met de middelvinger. Of, ik weet het maar, je scheten klinken naar een misthoorn? Misthoorn. Dat is toch zo, wat is dat nou weer? Maar ik ga echt niet iedereen begroeten met een misthoorn. Wat is dat, een misthoorn? Dat is zo'n ding zo, toch zo'n dikke toet, hè? Ja, weet ik veel. Maar ik ga echt niet iedereen begroeten met middelvinger. Stel je al ontmoet iemand belangrijks. Nee. Scheten klinken naar een mist. Ja, liever die. Oké, dan doen we nog eentje voor het einde. Oeh, deze is leuk. Oké. 1 jaar geen mondverzorging of 1 jaar dezelfde onderbroek. Oh mijn god. Ja, ik ga echt niet aan mijn mond stinken, hoor. Ja, maar wel 1 jaar dezelfde onderbroek aantrekken. Ja, maar die onderbroek kan je wel wassen. Nou, dit was hem dan weer voor vandaag, de Dilemma Kist. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei! Doei!